Hier bij de visboer kun je allemaal vissen krijgen die in de Noordzee zijn gevangen. En dan vraag ik me natuurlijk af, welke van deze vissoorten kun je op de wrakken vinden? Het meest talrijk, dat zijn de steenbolken. Dat is een kleiner familielid van de kabeljauw. Een hele mooie vis die heel dicht bij de wrakken blijft. Alleen omdat hij wat kleiner is en minder goed smaakt, kennen de meeste mensen niet, omdat hij niet gegeten wordt. Kabeljauw, dat is echt in mijn ogen een van de mooiste vissen van de Noordzee. En die kunnen heel erg honkvast zijn, dus heel lang in de buurt van één wrak bijvoorbeeld zitten. Je ziet ze alleen helaas niet meer zoveel, zeker niet dicht bij de kust. Maar wat verder op de Doggersbank, waar wat minder mensen komen en het water helderder is, daar kan je nog wel grote scholen kabeljauw zien. Kabeljauwen, dat zijn echt rovers en ook een beetje alleseters. Ze eten gewoon alles wat voor hun neus voorbij komt. Maar vooral in de buurt van een stukje harde ondergrond, waar heel veel leven op zit, kunnen ze zich goed voeden met de dieren die daarop leven. En dat varieert van krabben, garnalen, tot anemonen worden er ook aangetroffen in de buik. En hoe zit het met de zeebaars? Ja, de zeebaars die lijkt de laatste jaren juist toegenomen in de Noordzee. Maar die zijn echt heel schuw, schuwer dan een kabeljauw. Dus die zijn moeilijker te zien voor ons als duikers en als bioloog. Maar diep in de verscholen in het wrak kom je ze nog wel eens een keer tegen.